In Dordrecht, op een dik kwartier lopen van het station, staat een van de oudste musea in Nederland. Dordrecht was vroeger, dan praten we over de 16e eeuw, de grootste stad in Holland. Toen was Dordrecht nog katholiek en daarvan getuigd, in een kleine zaal, de kunst uit die tijd. Enkele mooie werken van de Antwerpenaar Willem Keij, die je trouwens daar rechtsonder in de hoek ziet zitten bij het laatste avondmaal. En de kruisiging van Christus uiteraard een veel geschilderd thema in die tijd, ditmaal door de lokale schilder Jacob Bornwater. Monnikenwerk was dat, dat zie je. Kijk ernaar met evenveel aandacht als de schilder zelf. Ook een triptiek waarbij het vooral om de figuren in de zijpanelen gaat. Daar zitten de opdrachtgevers. Maar nu zijn we al in de laatste zaal van de vaste collectie. In de eerste zalen, de schilderkunst uit de 17e tot de 19e eeuw, zit een hele rits Dordtse schilders. Bekende namen als Albert Kuipend, Ferdinand Bol, maar ook een Nicolaas Maassen, Jan Rombouts, Aart Schouwman en Jacob en Abraham van Strij. Ook veel schilders van de Haagse school en de iets latere stadsschilders, zoals Breitner, hier met een fors paardenspan, maar vanuit een laag perspectief en daardoor nog imposanter. Elke zaal heeft zijn eigen thema, zodat je als bezoeker voortdurend weet waar je bent, bij welke kunst en wat daar specifiek aan is. En het prijzenswaardige is dat de bezoeker serieus wordt genomen met goede, ondersteunende informatie. Men heeft hier een prachtig systeem bedacht om werk op papier, zoals etsen, schetsen en aquarels, die je niet langdurig aan het licht mag blootstellen, want dan zou alles snel gaan vervagen, toch toegankelijk te maken voor de bezoeker. In de lade vind je mooie staaltjes en soms, als je je omdraait, zoals met deze schets van Constant Gabriel, aan de muur het schilderij. Dichter bij de kunstenaar kan je moeilijk komen. Zo'n schets van Roelofs of van Willem Tolle, dat is me zeer dierbaar. Het getuigt ook van het vele werk dat aan de uiteindelijke schilderij voorafging.